Breda Nu. Je weet het meteen. En vertel eens, hoe staat het met jouw goede voornemens? Ga je stoppen met dit of dat? Of zus of zo juist oppakken? Hoe staat het ermee? Wij gingen de straat op om daarna te informeren. Ja, dat is heel cliché, maar dat stoppen met roken. ik ben al wel een stuk aan het minderen, maar in 2018 hoop ik er toch wel eenmaal van af te kunnen zijn. Ja. Meer gaan sporten. Eigenlijk wil ik al jaren stoppen met roken. Ik denk dat 1 januari een goede datum wordt. Nee, eigenlijk niet zo erg. Ik heb alles wel gewoon bereikt, wilde ik echt wel bereiken. Ja. Ja, ik wil toch wel wat sportiever zijn. Ik voetbal, maar daarnaast wil ik toch wel wat meer aan fitness of iets in die richting doen. En liever voor mijn vriendin zijn natuurlijk, hè. Dat is ook een hele goede voornemen. Ja, ik heb goede voornemen, ja. Ik hoop, dat is meer een hoop hoor. Ik hoop dat ik nog lang gezond mag blijven. Dat ik er nog een heel lang van kan genieten, want ik ben geen mens, maar dat ik er niet zo kan zitten. Want dan is deze jongen zo vertrokken hoor. Ja, zoals heel Nederland denk ik. Gewoon gezond eten. In ieder geval meer fruit, meer groenten. Dat is mijn voornemen, afvallen. Ja, heel aardig zijn voor andere mensen. Dat is mijn goede voornemen, ja. Ik heb vorig jaar de Mont Ventoux beklommen. En fiets kijk ik niet zo heel veel meer sinds dat klaar is. Dus volgend jaar wil ik bij een wielervereniging. En dan gewoon elke week in de end gaan fietsen. Ja, ik heb geen goede voornemens. Ik vind dat je dat heel het jaar door moet doen en niet per se op één moment. Dat vind ik eigenlijk ook wel een goeie, ja. Ja, ik vind dat zo dom dat mensen ineens al 1 januari gaan stoppen met roken. Terwijl je heel het jaar door hebt om dat te doen. Of niet, net als ik. Dat kan ook. Ik vind het verschrikkelijk. Kijk, in die bejaarden. Ik heb zelf in een bejaardenhuis gewerkt. Ik vond het verschrikkelijk, die mensen. Ik heb het er 30 jaar volgehouden. Ik zat in de technische dienst. Maar ik denk, jongen, moet er zo een eindje komen. Vreselijk. En nog weer, want ik kom in die flats. Die mensen allemaal de hele dag die zitten gewoon op er een dood te wachten. Nou, voor mij hoeft het niet hoor. Breda Nu. Je weet het meteen.